Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal vertrekt van spoor 1. Schiphol station, 16 augustus, diep in de nacht. Geen reizigers op perron 4 en 5. Het spoor is een aantal uren buiten gebruik voor een wel heel bijzondere missie. Het ophangen van een kunstwerk van in totaal 21 meter lang en 3 meter hoog. We hadden deze wand hier op Schiphol ontdekt en toen waren we op zoek naar een schilder die daar een hele grote wandschildering voor zou kunnen maken. Niet alleen inhoudelijk, maar ook technisch. Het is nogal wat om dat te maken. En toen kwamen we bij Yves Bellauger uit. Het panoramawerk bestaat uit 7 delen van 3 meter die worden bevestigd aan de betonnen muur tussen de twee sporen. De kunstenaar zelf was aanwezig om een oogje in het zeil te houden. This side, 1 centimeter lower, that's all. We had a short time because of the airport and the station and the train, but I think it works well. De in Parijs woonachtige Yves Bellauger heeft een voorliefde voor de architectuur van nieuwbouwprojecten uit de 20e eeuw. De sfeer en het stedelijk landschap van Amsterdam-Noord sprak de kunstenaar meteen aan. This situation with the water, the canal, the trees and seems to me a kind of positive situation, positive landscape of the city, like an image of the future. Mooi is natuurlijk ook dat je kan er nu op het perron zeg maar helemaal langs wandelen, maar in de trein glij je als het ware langs een geschilderd landschap. En dat vind ik een heel mooi gegeven. Volgens de planning is het kunstwerk tot en met 16 oktober op het station te bewonderen. Wat er daarna mee gebeurt, is nog niet duidelijk. Wij hopen natuurlijk erg stiekem wel dat iedereen een beetje van het werk gaat houden. En dat mensen gaan denken, ja, misschien moet het maar gewoon maar blijven hangen. Dan heeft Schiphol er weer een kunstwerk bij.